Want vrijheid gaat niet alleen maar over het ontbreken van oorlog en veiligheid op straat. Vrijheid gaat ook over, kun je jezelf zijn in het land waar je woont en kun je je steentje bijdragen aan de toekomst van het land waar je woont. Als je burgemeester bent, moet je aan de ene kant zorgen dat mensen vrij kunnen zijn en aan de andere kant moet je kunnen zorgen dat mensen veilig zijn. En die twee dingen botsen soms met elkaar. Waarom voor mij vrijheid niet gewoon een van de mooie waarden is, maar voor mij is dat de belangrijkste waarde die we hebben als mensen onderling. En dat is ook het ergste wat je van elkaar kunt beperken of afnemen. Ik ben zelf homoseksueel. Ik ben eigenlijk op vrij korte termijn best wel bang dat ik straks niet meer mezelf kan zijn. Dus waar ligt de grens van veiligheid naar vrijheid? Ik denk dat ook in Nederland sprake is van white privilege. Het is ook goed om daarover met elkaar het gesprek aan te gaan. En niet meteen in twee verschillende kampen anti-dit of anti-dat. Het allerbelangrijkste is van vrijheid het leven met elkaar en tegelijk rekening houden met elkaar. Vrijheid van godsdienst of geloof of levensovertuiging, en dat moet ook allemaal kunnen. En het belangrijkste is dat je dat niet gaat opdringen aan anderen. Dat je wel een paar dingen moet, maar dat er vooral ook een heleboel dingen zijn waar je gewoon in volstrekte vrijheid zelf in kan kiezen. En blijf je roeren in dit soort discussies. Het is ontzettend belangrijk dat mensen op dit soort momenten laten zien dat ze er maatschappelijk iets van vinden.